Ik was zo ver, vrienden, dat ik haar het voordeel van de twijfel ging geven, de Linda. Ja, weet je nog, dat de hele toestand was er hè, met de bandleider, we weten het nog wel. En toen kwam naar buiten dat zij daar in ieder geval, daar hing een zweem omheen, dat zij het een en ander daarvan zou hebben geweten. Maar ja, goed, dat gaan we nooit weten, want het werd toen gemeld bij de John. En we weten niet zeker, nee, of de John dat ook aan de Linda heeft gemeld. En Linda zegt, ja, nou word ik ervan beschuldigd dat ik dat een beetje gefaciliteerd heb, die misdragingen van de bandleider. Ja, en daar werd ze heel intens verdrietig van. En ze was helemaal in shock. En in haar hoofd was het één grote chaos. Kortom, toen ik dat allemaal zo bij elkaar optelde, dacht ik, nou ja, weet je, Linda, ik geef jou het voordeel van de twijfel. Dus zover was ik. Maar nou ineens, ho, het blad Linda. Ja, die wisten dus van Ali B af. Ja, er waren dus twee mensen al bij Linda geweest. Het blad dan. Vanaf nu het blad genoemd. Het blad wist het dus. Ja, en het blad, via de hoofdredacteur, had het ook aan Linda laten weten. Ja, dus Linda wist daarvan. En nou komt dat dus allemaal naar buiten. Ja, nou weet ik het niet. Met de voordeel van de twijfel. Nou, helemaal niet zelfs. Want de Linda, die wist het dus. Waarom heeft de Linda de afgelopen weken niet even haar mond open gedaan? Toen de zaak dus leek open te breken, toen had Linda al moeten zeggen van ja, ze waren al bij ons geweest. Nee, Linda, mondje dicht. En nu, via Volkskrant en ex-medewerkers, komt het dus allemaal uit. En oh, 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 wat ziet dat er dus slecht, heel slecht uit voor de Linda. En dan is het nog maar de vraag of de Linda dit hele verhaal ook nog heeft gemeld aan de John. En dan zeggen ze weer van niet. Ja, vrienden. Hé, hey, ja, gooi het maar in mijn pet. Ik kan er geen chocola meer van maken. Maar het voordeel van, ja, die haal ik even weg. Het woord twijfel komt met koeienletters naar voren. Ja, kunnen we Linda nog vertrouwen? Ja, want die stuurde dus gisteren in Op 1, stuurde ze daar de hoofdredacteur. Met een bril van hier tot aan hinderlopen. Ja, die belt dus elke week de glazenwasser om de bril schoon te maken. En die bril, die ging het dus helemaal vertellen voor Linda. Daar had Linda zelf moeten zitten. Dat is het. Het wordt tijd, Linda, dat je opstaat. Het wordt tijd, Linda, dat je even wegzwemt uit je tranendal. En ga praten. Ga vertellen. En wees eerlijk. Want als je niet eerlijk bent, heeft het geen enkele zin. Want het komt toch weer uit ergens. Ja, dus vertel eerlijk je verhaal. En dan kan je nog alle scherven van je gebroken imago kan je misschien nog aan elkaar lijmen.